Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik zwaai in Roblox. Ik weet het ook niet. Dit is een spel... Is dat Huggy Wuggy? Dat is Huggy Wuggy. Dit is een spel waarin je hele grote handen hebt. En je kunt er van alles mee. Je kunt aanwijzen. Je kunt zeggen nee, nee, nee. Je kunt een hartje maken. Je kunt iemand zeggen kom hier. Je kunt echt van alles doen. Ik heb nu een bord erbij gepakt. En daar kan ik bijvoorbeeld opschrijven ik wil Robux. Nou, dat staat er nu op. Maar we hebben hier ook een speler. En ik wil eigenlijk die speler meenemen. Oh, kijk. Ik heb die speler in mijn handen. Dus kijk, als ik mijn handen omhoog doe en er zit een speler op, dan neem ik die mee. Zo heb ik nu baconhair op mijn hand zitten. Wacht, we gaan hem gewoon heel hoog in de lucht gooien. Oh my gosh, hij is gevallen. En er zijn dus heel veel items die je krijgt als je langer speelt. Ik heb er nu allemaal nieuwe emotes bij gedaan. Zoals bijvoorbeeld deze. Ik kan ook mijn ogen dicht doen. Ik kan de dolfijn doen. De facepalm. Nou, spreek voor zich wat dat is. Maar kunnen we de stad ook verwoesten of dat niet? Wacht eens even. Oh my gosh. Wat? We hebben een huis opgepakt. Ik zie hier een mega parkeerplaats. Die kunnen we vast niet meenemen, of wel? Nee, de toolbar is vol. Oké, laten we het nog een keer proberen. Kan het? Oh my gosh, dat is zo grappig. Dat is zo cool. Maar wat is dan de bedoeling in dit spel? Anders dan de wereld overnemen. Wacht, er is daar een bacon hair. Zullen we die proberen mee te nemen? Oh my gosh, wat heb ik nou gedaan? Ik heb hem op zeg maar het stuk gebouw zitten. Weet je wat? We gooien hem gewoon uit de map. Dat gaan we proberen dan tenminste. Let op. 3, 2, 1... Oh, ja, we hebben hem uit de map gegooid. Oeh, we hebben een nieuw item. Moet je opletten. Oh, we hebben geld. We hebben letterlijk geld gekregen. Oh, er is zelfs een hond. Ik weet niet of de hond wat aan geld heeft. Kunnen we de hond meenemen? Oh, ik heb de hond meegenomen. We kunnen de kleur van onze hand veranderen. We kunnen er gewoon extra minuten bij kopen. Zodat we gelijk heel veel nieuwe dingen kunnen unlocken. Zo heb ik nu een hand met stoelen. Maar we gaan onszelf sneller maken. Kijk, moet je opletten. Oké, we hebben dus Bob nu op onze hand zitten. En die kunnen we overal mee naartoe nemen. Zoals bijvoorbeeld... Wat is het warm hier? Naar de vulkaan. Oké, Bob, het spijt me. Oh my gosh. Het lijkt wel een sauna. Nee, oké, dat gaan we niet doen. Jij mag hier op de trampoline gaan. Let's go. Moet je kijken. Oh my gosh. We gaan de stad blussen. Let's go. Iemand zou nu dus in onze hand kunnen slapen. We nemen het bed mee naar Bob en hij mag erop zitten. Bob is aan het slapen in ons bed. Waar gaan we naartoe? Oh, gewoon naar een minigame. En de minigame heet... Uit de wereld. Doei doei. Niet eerlijk. En de camera dan? Daar kunnen we foto's mee maken. Dit is zo grappig. Oh, wat is dit? Je kunt hier je eigen smoothies maken. Ik heb een banaan gepakt. We gaan het nog een keer proberen. Kom op. Ja, het is gelukt. Oh, hij gooit er een vis in. Dat is niet de bedoeling. Ach ja, nu we toch bezig zijn, laten we er een pizza bij gooien. Oh, dit wordt echt geen lekkere smoothie. Ananas met vis en pizza. Oh nee. Oh, de pizzapunt past er niet in. Oh, wat is daar aan de hand? Wacht, wat gebeurt hier? We kunnen een wc-ontstopper pakken. En dan kunnen we de wc ontstoppen. Of wat dacht je van het wc-papier? Ik neem het mee. Niemand doet meer een boodschap. Maar wat is eigenlijk het duurste item in het spel? Oh my gosh, wat is dit? We kunnen mini-handen kopen. Wat betekent dat? Nou ja, waarschijnlijk mini-handen. Oh my gosh. Wacht, zijn we nou heel klein? Ik denk het wel. Oké, dus stel voor, we willen dan nu de hond aaien. Oh. Kijk dan. We hebben zulke kleine handen. Die hond is gewoon te groot om helemaal in beeld te hebben. Oh, je kunt ook verschillende handen unlocken. Maar je kunt ook de allergrootste handen ter wereld nemen. Bijna 1000 Robux. Moet ik dat wel doen? Tuurlijk moet je dat doen. Oké. Oh my gosh, nu heb ik mega handen. Kijk maar, ik ben veel groter dan de andere spelers. Ik wil proberen een speler mee te nemen. Oh, ik heb een speler op mijn hand. Kijk. Zullen we hem uit de wereld gooien? Oh, hij is gevallen. Oké, dit vind ik wel grappig, maar ik zag nog iets. Ik ben zoveel geld aan het uitgeven. Je kunt zelfs 3 handen hebben. Wacht even. Wat heb je nou weer aan 3 handen? Ik heb al geklikt. Ik wil het weten. Oh my gosh. Ik lijk wel een of andere eindbaas in een videogame. Maar wacht, kan ik dan nu ook meerdere dingen tegelijk pakken? Want ik heb nu 3 handen, toch? Oh, dat kan. Check dit. Dit is zo gaaf. Maar nu zag ik nog iets. Ja, sorry. Ik blijf bezig inderdaad. Ik zag namelijk dat je ook voeten kunt unlocken. Dit is serieus het duurste spel ever. Reageer hand als je nog steeds kijkt. Oké, we gaan kijken hoe dat eruit ziet. Oh my gosh. Dit is verschrikkelijk. Maar wacht even. Kunnen we hiermee dan ook echt dingen oppakken? Stel voor we willen dit huis pakken. Oh, dat kan niet. Wacht, dat is omdat we te veel items hebben. Kan dat nu wel? Oh my gosh, we hebben een huis gepakt met onze voet. Dit is echt te grappig. Ik ga mijn voet in iemand zijn gezicht duwen. Hallo, ik heb de grootste voeten ter wereld. Stel voor je woont gewoon in het huis en je ziet gewoon deze mega voeten. Is er nog iets wat we kunnen kopen? VIP. En dat is zowaar het goedkoopste in heel deze video. En dat brengt ons dan gelijk naar het duurste item, namelijk de schedel. Is dat alles? Het is gewoon letterlijk een schedel en je kan er niks mee. Oké, we doen de voeten even uit. En wat ik eigenlijk wil doen, want we hebben nu de basic handen, is ik wil er diamonds bij halen. Kijk, nu zie je rechtsbovenaan dat we dus iedere seconde 25 diamonds erbij krijgen. Het enige nadeel van het zijn van een Robloxian is dat andere mensen met megahanden jou kunnen oppakken. Dit is denk ik echt het grappigste en het raarste spel dat ik ooit heb gespeeld. Ik hoop eigenlijk dat iemand mij wil meenemen. Deze speler misschien. Oh ja, we zitten op iemand zijn hand. Oh my gosh, wat gaat er gebeuren? Wat gaat deze speler met mij doen? Oké, we gaan ergens naartoe. Oh, ze pakt...
pakten ze nou net gewoon het haar van die speler af? Even in slow motion. Volgens mij gebeurde dat. Oh, we worden nu meegenomen samen met een andere speler haar. Oh nee. We gaan van de glijbaan af. Dat zou zo leuk zijn. We gaan van de glijbaan af. Mag ik ook? Ik ook van de glijbaan. Oh nee. Oh, wij worden in het zwembad gegooid. Oh nee. Oh nee, wat gebeurt er? Oh, ik word meegenomen. Ik word meegenomen door een kikker. Is dat een kikker? Of een draak? Is dat een draak? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Oh my god. Wat? Nee. Dat meen je niet. Kijk dan. Ik ben hier gewoon... Ben ik af? Oh nee, ik ben er nog. Oh, dat is zo cool. Ik ben meegenomen door dit. Oh, nu word ik weer meegenomen. Oké, de diamonds die stromen binnen. Dus ik vind het wel leuk eigenlijk dat dit gebeurt. Oh nee, wacht. Ik word meegenomen door die enge speler. Dat is die speler die net afging toen ik zei dat hij eng was. Oké, ik wil zijn hand af. Oh my gosh, wat gebeurt er nou? Volgens mij... Ouch. Oké, ik heb hier weer een speler gevonden. En ik ga op haar handen staan. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. We kunnen de Jello handen kopen. Oeh, dat is wel heel tof. Oké, we hebben in ieder geval iemand bij wie we op de handen mogen. Oh, ze wil dat we deze obby... gaan spelen. Oké, dat ging niet lang. Maar check onze nieuwe handen. Gemaakt van slime. Die zijn best wel tof. Kunnen we hier ook een gebouw mee oppakken? Jazeker. Ik blijf het zeggen. Dit is het meest random spel. Maar toch ook het grappigste spel ever. Oh nee. Ik word weer meegenomen door een speler. Wat gaat er gebeuren? We staan op haar hand en ze doet een dansje. Ik kan me voorstellen dat je in het echt dan best wel misselijk wordt. Oh nee, waar gaan we naartoe? Ze gaat onder de map. Wacht, als we nu vallen, wat gebeurt er dan eigenlijk? Oh, serieus, Job. Moest je je dat afvragen? Ik heb net een heel speciaal item unlocked. Namelijk de wereld. Kijk, we nemen nu gewoon de wereld met ons mee. Maar wacht, nu wil ik wat proberen. Kunnen we de wereld in de wc gooien? Moet je opletten. 3, 2, 1. Hupsakee. Oh nee! Serieus, Job. Ik hing er letterlijk boven. Kom op. Ja! We hebben de wereld in de wc gegooid. En wacht, kunnen we de wc-papier? Kunnen we die aan deze dude geven? Eet hij het dan op? Oh my gosh, volgens mij gaat hij de wc-rol opeten. Dat is niet de bedoeling. Oh nee! Hé, mijn wc-rol! Waar gaat hij hem eten? Alsjeblieft. Hier is de wc-rol. Ik leg hem op je bord neer. Oh, wacht. Niet waar. Waarom? Dit spel is zo raar. Wacht, we kunnen zelfs een bord meenemen. Oeh, kijk, iemand hier is een smoothie aan het maken. Wacht, we zetten hem op stop. En kijk, nu hebben we onze eigen Boba Tea. Oké, we hebben hem net een toiletrol gegeven. Dus misschien wel aardig om nu iets normaals te geven. Oh, wat doet hij nou? Hij eet gewoon heel de kom op. Wacht, we kunnen zelfs de wasmachine openen. En dan kunnen we de Boba Tea in de wasmachine doen. Oh my gosh, ik denk niet dat dit een slim idee is. Oh nee! We hebben zometeen de meest schone Boba Tea ever. Kunnen we eigenlijk ook de wc doorspoelen? Want we hebben er nu de wereld in zitten. Oh, dat kan. Niet waar. Hé, hey, wat doe je nou? Dat is mijn Boba Tea. Moet ik een deel 2 maken van dit spel? Reageer dan hand. Ja, en ja. Hand en ja. Hier overheen. Hier overheen. En springen met boost. Nee. Oh. Yes, 88. Oh, ze worden nu wel echt heel erg lastig. Moet je kijken. We zijn echt aan het zigzaggen gewoon. Level 90. Oh nee, nu komt level 90. 92, ga ik dit doen? Ja, natuurlijk. Oké, daar gaan we op naar level 93. Oké, nu is het echt het laatste moment zo'n beetje. Dus we gaan er snel doorheen. 93. Hier nog even een mooie boost. Oh, gaan we dit halen? Gaan we dit halen? Perfect. Ja, oh, dit is zo spannend. Oké, daar gaan we, daar gaan we. Oh my gosh. Ja, dit is perfect zo. Kleine boost, perfect. Kom op, kom op, kom op. Ja, nee, niet vallen nu. Niet vallen nu. Kom op, kom op, kom op. Ja, 3, 2, 1. Let's go! Abonneer voor meer en adios.